Hoe was jouw week? Hoe was mijn week? Ja, eigenlijk vrij normale week in allerlei opzichten. Ja. Wat had ik voor bijzonders deze week? Het is allemaal nog een beetje stilletjes. Ik was bij Op 1. Ja, daar wilde ik eigenlijk over. Oh, daar wilde jij eigenlijk heen. Maar je wou niet direct zeggen van... hoe was het bij Op 1? Nou, eigenlijk strontvervelend. Ik kan het niet anders beschrijven dan als zodanig. Je bent chagrijnig weer thuisgekomen, denk ik. Ja, ik was vrij chagrijnig toen ik thuis kwam. Zonder meer. Ja, ik voelde me eigenlijk een beetje belazerd. Daar kwam het op neer. Ze hadden echt expliciet beloofd. Het zou aan het begin van het programma... zou ruim tijd worden gegeven voor dit unieke onderwerp. Namelijk het nut van enige wellicht beperkte historische kennis. En nou ja, ik zat te wachten en te wachten. Ik denk, nou ja, oké. Okay. Inleidende beschietingen, de kranten. Misschien ben ik misschien het tweede onderwerp. Allee. Hè? Ja, en het liep maar uit. En het liep maar uit. En het werd gekker en gekker. En tenslotte kregen we een jeugdige dwaalgeest. Een soort neofascist. Die ging uitleggen. Niet waar dat zijn Messias best een aardige man was. Nou ja. En toen tenslotte na veel vijven en zessen kwam ik aan het woord. En toen begon dat muziekje min of meer onmiddellijk te spelen. Dus toen was ik wel vrij verontwaardigd. Ja, dat moet ik. Want het was namelijk de tweede keer. Ik had namelijk in het gesprek met de redactrice al uitgebreid. Zei, ja, denk erom. Laat me nou niet overkomen wat me vorige week of wanneer was het 10 dagen geleden is overkomen. Met Albert Vlinder was dat. Ja, precies. Die uitzending, ja. Nee, dat gingen ze echt voor, absoluut, dat gingen ze nu verzorgen. Dat ging allemaal heel, heel anders en het ging weer precies hetzelfde. En ook, ja, sorry dat ik het zeggen moet, dat ook die thema's die ze dan aan de orde hadden gesteld, die werden nogal incompetent bevraagd, vond ik. Ja, daar kon je echt wel iets intelligentere vragen over stellen dan het team van de presentatie deed. Maar waarom heb jij dan geen vragen gesteld? Want normaal schroom je niet. Ik heb in de tijd vragen gesteld. Bij dat was over... Waar ging dat ook alweer? Nee, ik ging niet. Nu heb ik ook toch wel vragen gesteld. Klupping zat er. Alexander Klupping over de infrastructuur. Ja. Nou, vond ik ook wel... Ik vond dat heel raar werd besproken. Omdat de suggestie werd gewekt dat onze infrastructuur dat die effectief beschermd kan worden. Nou, dat is gewoon lulkoekie eerste klas. Als je alleen al naar een kaartje kijkt waar al die kabels lopen, dan weet je al dat is een hopeloze zaak. Bovendien natuurlijk in een samenleving als de onze, in een complexe, moderne, hoogtechnologische samenleving, is de infrastructuur immens complex en overal kwetsbaar. Het is een beetje, deed het me denken aan die lulkoeken in de tijd na 9-11, dat we ook de treinen moesten gaan beschermen. Tot iemand, een intelligent iemand, ik meen zelfs Remkes zei, was die toen niet minister of zo? Dat zou kunnen, ja. Nou, dat Remkes zei, heeft u wel eens gezien hoeveel instappunten een trein heeft en hoe lang een trein is en hoeveel treinen er eigenlijk zijn? Nou ja, dat, hier was ook weer, werd weer de suggestie gewekt dat als je nou dat huisje in Zandvoort maar beschermde, nou, dan was alles tiptop in orde. Terwijl ja, dan denk je, wat is er nou voor naïeve praat? Daar heb ik helemaal aan het eind nog wel iets over gezegd, dat ik het onzinnig vond. Ja. Nou, daarvoor zien we dat onderwerp met die jongen met dat rode haar, ja. God, een dwaalgeest, eerste klas. Wat moet je daar nou mee met zo'n jongen? Ik had er eerder meelijden mee dat ik het verder als een bedreiging van de samenleving zag. Maar waarom ze daar en 17 minuten mee gepraat hebben, dat was voor mij volkomen onduidelijk. Maar je weet toch hoe het gaat bij de talkshows? Je komt er niet voor. Ik weet hoe het gaat en daarom had ik dus na mijn ervaringen van 10 dagen geleden, had ik uitgebreid met de redactrice besproken. Ik word het eerste onderwerp. Er wordt ruim tijd aan besteed. En het was een herhaling van zetten vergeleken met 10 dagen geleden. Of ondertussen alweer 14 dagen geleden. Maar waarom heb je niet ingegrepen dan? Ja, ik denk het komt nog wel. Ik was er eigenlijk wel van overtuigd dat ze uiteindelijk zich aan hun woord zouden houden. En toen, ja, tenslotte heb ik ook heel verontwaardigd uitgepakt dat het dan verdomme de tweede keer was dat dit gebeurde. En dat komt een beetje doordat die presentatieduo's, die werken niet erg efficiënt. De Kokkelman is toch een goede journalist? Dat is niet de eerste, de beste. Nee, maar hij zat ook bij de minister toch maar door te zeuren of ze nou wel of niet belogen was door dat ergonomisch onderzoek. Of door de arbeidsinspectie. Ja, de arbeidsinspectie. Ja.
En dan bleef hij maar herhalen. Dat is ook zo vervelend. Nou, heeft hij natuurlijk ooit gezien bij Jeremy Paxman. Maar dat is één keer leuk. Maar dat is, moet je niet doen. Je weet dus dat je geen antwoord krijgt. Hou dan op met zeiken. Maar ja, die minister lult er constant omheen. Dus je probeert het nog te halen. Ja, precies. Maar dat merk je dus. En dan hou je op met zeiken tenslotte. Ja. Hè? Kun je 10 keer vragen. De minister zal 10 keer zeggen. Wat ze ook zei. Niet waar. Dat ze op een bepaald moment bericht had gehad en dat ze het daarbij liet. Ja. Maar je weet gewoon... ik was er ongelukkig over. Ja, maar je weet dat ze geen uur de tijd gaan geven daarvoor. Dat ze niet een uur voor Maarten van Rossum inrijden. Ik had ook geen uur geclaimd. Ik had een kwartiertje ononderbroken, had ik al heel mooi gevonden, eerlijk gezegd. Maar daar was geen sprake van. Hoe lang was dat nu? 3 minuten of zo? Ik heb geen idee, ik heb het niet opgemeten, maar bovendien hoor je al heel snel, begint dat muziekje zachtjes en dan... Jij hoort dat ook in die studio, dat muziekje? Bovendien, iemand mailde mij die zich solidair verklaarde met mijn irritatie. Die zei van, ze kunnen best 5 minuten doorgaan. Er is niks na. Nieuwslezer, die moet 5 minuten wachten, nou, dan zal hij niet meer zitten. Stuur hem een extra stroopwafel, hè. Dus ja, ik was nogal... Ja, ondertussen moet ik zeggen... Het is naar mijn idee... Heeft het toch ook iets te maken... Natuurlijk was het voor mij vervelend... Maar het heeft ook iets te maken... Met het verval van de talkshows. Dat heb je al vaak gezegd natuurlijk. Hè? Dat te veel mensen... Weinig inhoud. Weinig discipline bij de presentatie. Die lullen maar door. En die zijn ook niet bijster scherp. Het laat veel te wensen over. Maar waarom ga je er dan nog zitten? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Omdat ik dacht, zeker nadat ik uitgebreid met de redactie had gesproken over mijn wensen. En die, nee, dat is absoluut, dat komt allemaal tiptop in orde. Maar het was helemaal... Kijk, de presentatie houdt zich dan ook, en kennelijk de eindredacteur houdt zich dan dus niet aan de gemaakte afspraken. Maar nu, de volgende keer zal ik dus... Als A is de mogelijkheid, zei je kunt verder de pot op. Dat is natuurlijk voor zeker mijn eerste reactie van... Ik geloof het verder wel met die talkshows. En dan die krankzinnige onderwerpen die ze behandelen. Dat is nog even weer een andere kwestie. Maar ik denk dat je de volgende keer moet zeggen... Luister eens even, jullie garanderen dus minimaal 10 minuten. Maar dat wordt ook bekendgemaakt. Want ze kondigen die programma's aan van Pietje Puk en zo... Want ik werd voortdurend aangekondigd. Straks Maarten van Rossum met... Ja, straks Maarten van Rossum. Tralalalala, de eindmuziek. Weg is Maarten van Rossum. Ja, dat heeft ook wel komische aspecten natuurlijk. Ja, dus zoiets moet het worden. Je kunt van hun beloftes totaal niet op aan. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij dat als 79-jarige vleiend vindt... dat je nog gevraagd wordt voor zo'n programma. Ik vond dit op zichzelf ook nogal een nuttig onderwerp om iets te zeggen... Ja. Dat sloot uiteindelijk weer aan op de slimste mensen natuurlijk. Waar die arme kandidaten geen idee hadden van wie Bonifatius was. Nou, moet ik je bekennen dat je een heel gelukkig en normaal leven kunt leiden... zonder dat je weet wie Bonifatius is. Maar iets meer kennis ook van de recente geschiedenis... van politieke situatie in Nederland. Dat zou wel nuttig zijn, ja. Ontwikkeling, zeg in brede zin, de ontwikkeling wat mij betreft van... West-Europa en de wereldeconomie de afgelopen decennia. Daar zou je toch iets van moeten weten. Maar je kunt ook denken, ik heb mijn theaterprogramma's, ik heb hier de podcast, ik heb mijn blad. Ja, dat is waar natuurlijk. Maar genoeg. Ja, je bereikt hier natuurlijk in één klap honderdduizenden mensen mee. Met of de tv bedoel je? Of dat nou effect sorteert, ik weet het niet. Ja. Nee. Maar ik heb ook het idee dat ze je bij die talkshows als vulling gebruiken. Dat ze denken, geschiedenis, we bellen Maarten van Rossum, die lult altijd wel wat. Maar goed, Maarten van Rossum had dus in dit geval wijs geworden. Dacht hij dat hij de zaken goed dicht gespijkerd had, maar zo was het helemaal niet. Het waren allemaal flutspijkertjes. Maar dan moet je het de volgende keer doen zoals Peter R. de Vries dat een keer bij De Wereld Daardoor deed over dat boekje. Toen haalde hij volgens mij een e-mailbericht tevoorschijn en zei hij, hier staat het. Ja, dat heb ik aan het eind gezegd en toen was het natuurlijk te laat. Maar ik heb wel, dacht ik, van mijn verontwaardiging vrij uitgebreid getuigenis gedaan. Ja. Want ik was diep verontwaardigd. Ik was gewoon belazerd waar ik bij zat. Er waren ook mensen die zich stoorden aan het lachen van de andere tafelgenoten. Want die dachten, Van Rossum een beetje de televisieclown. Die maakt hij een beetje ophef. Het is gespeeld misschien wel wat hij doet. Ja, dat is helemaal droevig.
dat is een bekend vermoeden bij televisie, dat het allemaal gespeeld is en dat het allemaal gescript is. Dat is allemaal flauwekul. Dat is de paranoia brigade, die natuurlijk van een zeer grote omvang is in Nederland. Het was dus niet gespeeld? Het was oprecht. Nee, dat was niet gespeeld. Ik speel nooit wat. Nee, maar je durfde zelf te zeggen. Ze dachten toch ook altijd dat het programma met mijn broer en zus, dat dat allemaal gespeeld was. Ja, dat is toch. Tegen dit soort van wantrouwen, daar valt niet tegen te vechten. Dat zijn mensen waarschijnlijk ook die denken dat de melkboer ook een Russische agent is. Ik weet het niet. Maar je kent en je weet uit van welke brigade dit komt. Nee, dat is me dat. Dat Zwitserse Economische Forum, wat ook door die mensen gezien wordt als een wereldwijde, omspannende samenzwering. Ik kan niet anders zeggen, dat is een soort psychisch leed wat niet te beschrijven, niet te bestrijden valt. Hoe is het dan na afloop, als dan dat programma afgelopen is? Hoe is de sfeer dan? Nou ja, ik heb het nog eens duidelijk uitgelegd, maar iedereen vond het, ja sorry, we hebben ons vergist. Ik heb het gezegd, maar eigenlijk is het eerste onderwerp wat we hadden is weggevallen, daardoor is het allemaal veranderd. En hoe heet het, Kokkeman zei, ik wist van niks, die wist van niks. Neem me niet kwalijk, want ze waren makkelijk genoeg met de excuses. Dat was het probleem niet. Maar heb je nu zoiets van de volgende keer ga ik het anders aanpakken? Of zeg je, nou ja, het hoort helemaal bij? Mijn primaire reactie van ze kunnen nu verder de boom in, ik stop ermee. Erg belangrijk is het natuurlijk ook in feite ook weer niet, laten we eerlijk zijn. Maar als ik het zou doen, dan moet ik eens een systeem verzinnen, waardoor ze van tevoren en publiek vastgenageld zitten op hun beloftes. In plaats van dat ze achteraf dan kunnen zeggen, ja sorry, het liep even anders. Het plafond is ingestort. We kunnen er ook niks aan doen. Maar je zegt nu, ik stop ermee, ik ga er niet meer zitten. Daar heb ik geen zin meer in. Niet meer met fraaie beloftes die niet waargemaakt worden. Maar dat doen ze toch iedere keer? Zeker, dus daarom moet ik het daarom nogmaals. Misschien kun je meedenken, misschien kunnen ook onze luisteraars meedenken. Hoe verzin je een systeem waarbij zij ook daadwerkelijk zich aan hun beloftes moeten houden? Ik dacht, dan moeten ze namens mij verplicht melden van tevoren, nee, Van Rossum krijgt 10 minuten. Ja, of je moet opstaan en weglopen. Dat is natuurlijk ook zeggen. Maar ja, weglopen vind ik ook weer zo. Een beetje Pim Fortuyn. Ja, precies. Thierry Baudet, Pim Fortuyn. Dat is ook een brigade waar je niks mee te maken wil hebben, toch? Maar je kunt ook zeggen, ik wil altijd als eerste. Ja, dat zou ook een overweging zijn. Want dan kun je gewoon zeggen als het afkomt. Ja, goed, zeg je dat nee. Was me nu beloofd. We praten steeds over hetzelfde lastige thema. Er is je van alles beloofd. Je bent goed van vertrouwen, omdat ik nu eenmaal een heel optimistisch en empathisch mens ben. Ben je goed van vertrouwen en ze doen gewoon iets totaal anders vervolgens. Ja. Nou, misschien is het een idee dat je dus zegt, ik wil aan het begin. En als ze het afronden, dan zeg je, nee, wacht even. Ik heb nog 5 minuten. Ik wil nog eventjes wat vertellen. Ja, maar dan zeggen zij, weet ik het, het journaal moet gelezen worden, zoiets dergelijks. Dat schijnt helemaal niet dringend. Niemand schijnt er eigenlijk op te letten of dat een beetje uitloopt, ja of nee. En nee, nou ja, je kunt ook zeggen dan maar naar Jinek, want die heeft wel uitloop voor zover ik me dat herinner. Er zit er nog verschil tussen die programma's? Heb jij het idee dat je bij Jinek meer kunt vertellen? Of je zit wel altijd het hele uur aan tafel, valt me op. Ja. Natuurlijk voor het bekende gezicht, dat mensen denken, ah, Van Rossum. Ja, daar heb je weinig aan. Ik heb ook bij meerdere onderwerpen nog wel iets gezegd. Ja, bij de minister nog. Ja. Maar je hebt de zelfredzaamheid nog genoemd, zag ik. Die hier ook ja, vaak ik denk, sprake. Laat ik nou een heel simpel voorbeeld geven van hoe, laten we zeggen, zelfs een beknopte geschiedenis van Nederland je duidelijk kan maken dat we ruim een kwart eeuw geleden overgestapt zijn op een andere idee over wat de rol van de overheid in de samenleving zou moeten zijn. Dat een idee is, wat gerezen is vanwege specifieke redenen en wat tenslotte, zoals we nu ondertussen weten, rampzalige effecten heeft gehad op vrijwel alle overheidsdiensten. Vandaag had de krant weer een enorm bericht dat eigenlijk de Belastingdienst een hopeloos wrak is. Hoe komt dat? Komt dat doordat onze lieve Heer heeft ingegrepen of dat Satan zelf in de kelder schuilt? Nee, dat is gewoon georganiseerd door onze eigen overheid. Die met allerlei idiote bezuinigingen en reorganisaties de dienst in de puree heeft gereden. Nou ja, zoiets wou ik uitleggen. Ja, toen begon dat lullige eindmuziekje te draaien. Misschien kun je wel nog hier. Wat het gekke was, dat zij zich wel aangesproken voelde.
over dat bezwaar van mij. Dat ik zei, ja, wacht nou even. De presentatoren bedoel je? Nee, de minister. Zij voelde zich wel aangesproken. Ja, ze wilde ook reageren. Ja, precies. Ja. Dus dat was mijn argument. Jullie hebben het zelf veroorzaakt. Dat gaf ze eigenlijk impliciet toe. Want nu dachten ze er toch wel wat anders over. Dat klopt. De overheid is in allerlei opzichten terug in beleidsoverwegingen. Dat moet nog wel even doorgezet worden. En ja, die onbeschrijfelijke puinhoop die Rutte in feite achter heeft gelaten, niet alleen persoonlijk gedaan, ik bedoel, maar hij is wel uiteindelijk de eerstverantwoordelijke. Dan moet iets aan gedaan worden. Ja, die Belastingdienst die dus niet. Ja, je weet het, je kunt de boel makkelijk tillen, want het wordt nauwelijks nog gecontroleerd, als ik het goed begreep. Nou, de man van de Ze hebben IT die 50 jaar oud is of zo. Ja. En ze hebben heel veel klussen nu erbij, wat ze moeten oplossen, want volgens mij heeft hij recht. Ja, precies. Nou, denk aan die toeslagenaffaire natuurlijk. En bij box 3 moet ook iets opnieuw berekend worden, dus dat schijnt ook heel veel werk te zijn. En de man die bij de Algemene Rekenkamer de directeur was, daar las ik een interview mee. En die zei, we hebben het zo ingewikkeld gemaakt de afgelopen periode. Daar gaat het ook voor een deel gewoon mis. Ja, dat ingewikkeld maken is voor een belangrijk gedeelte, begreep ik, het werk van de Tweede Kamer. Okay. Die altijd allemaal extra regeltjes. En denkt u nog wel aan mensen die maar één been hebben. Daar moet wel een speciale toeslagregeling voor worden gemaakt voor het extra been. Nou ja, dat gedoe. Ja, dat is niet verstandig natuurlijk. Misschien kun je nu wel hier dat verhaal wat je dus wilde vertellen bij Opeen, kun je nog even afmaken, zodat we wel weten. Want het onderwerp is wel interessant, namelijk het nut van geschiedenis. Ja, allerlei mensen kwamen. Ik moet zeggen dat wat zelden voorkomt, dat ik meerdere mails kreeg van mensen die ook vonden dat het een schandelijke vertoning was. Ja, dat vond ik ook wel op dat moment. Nu achteraf kan ik eerlijk gezegd de humor, nou ja, hoe moet je dat zeggen, het klunzige van de hele situatie, ja, dat je van alles beloofd wordt en dat je er eigenlijk na al die jaren toch nog intuint dat ze het ook gaan uitvoeren. En wat mensen leuk vinden is dat je het probleem ligt voor, sorry dat ik het zeggen moet, voor een belangrijk gedeelte bij de presentatie. Die zegt gewoon, hij is er helemaal niet aan de tijd houden, dus kennelijk niet op zijn horloge kijkt. En dan eindeloos met die arme jongen gaat zitten praten. Die is een beetje tragisch geval. Waarom zit zal je zoon maar zijn? Ja, maar we moeten Pet Pijners vragen. Die is van een andere talkshow. Die luistert vaak naar deze podcast. Waarom er dus nu zoveel onderwerpen in die programma's zitten? Want bij Pauw Witteman was het volgens mij veel minder. Dat je volgens mij wel eens een uur van Moskowitz. Ja, dat zou je eens moeten onderzoeken. Want je weet dat je vaak het verleden vertekend aanwezig is in je hoofd. En natuurlijk al heel vaak geïdealiseerd wordt. Maar ja, ze hebben vaak wel erg veel gasten. Maar veel gasten is nog tot daar aan toe, mits je gedisciplineerd vraagt aan die gasten hoe het zit. In plaats dat je een eindeloze, min of meer eindeloze conversatie start met die gasten. Ja, waardoor je dan natuurlijk sowieso te veel gasten hebt. Want het eind van de laatste gast komt niet aan slag. Ik weet wel dat als Rutte komt, dan ruimen ze het hele programma in voor Rutte, hè? Ja, dat spreekt vanzelf. Nou, Rutte zou denk ik de helft van het programma kunnen krijgen. En Cruijff kreeg altijd het hele programma. Ja, en Bram Moskowitz. Liefst ook nog de dag daarna nog een keer het hele programma. Dat kan ik me nog herinneren. En hoe heet ook alweer die bank van Dirk Scheringa? DSB was dat, hè? Ja. Dat was toen bij Paul Witteman toch ook die rel, toen die bank omviel. En toen zat volgens mij Scheringa daar ook volgens mij een uur lang. Als ik het me goed herinner, hoor. Dat weet ik niet meer. Ja, Scheringa. De Scheringa-bank. Ja, dat zou kunnen, maar we zouden enig vergelijkend onderzoek moeten doen. Het staat voor zover ik het weet. Kun je het allemaal nog bekijken, ook na 10 jaar later? Of is dat niet mogelijk? Ja, dat denk ik wel, ja. Nou, kijk, Sven Kokkelman is bij 1 op 1, dat programma wat hij volgens mij een tijd geleden deed op tv. Daar was hij toch wel een meester in dat interviewprogramma. Zeker, dat heb ik ook aan meegewerkt. En hij was goed geïnformeerd en stelde vlotte vragen. Ja, omdat je zegt, maar het is een slechte presentator. Maar hier zat hij toch wel een beetje te zuurpieten, vond ik eerlijk gezegd. Zowel met die jongen, een zielige jongen vond. Veel mensen vonden het natuurlijk weerzinwekkend met dat gedoe. Nou, er wordt ook wel erg veel aandacht besteed aan dit soort van onzinnige, marginale maatschappelijke verschijnselen. Dat jongens dat leuk vinden, die fascist met die zonnebril en dat mes en zo. Die nu opgepakt is, ja, hè? Ja. Ja, want misschien hebben mensen dat wel gemist. Ik weet ook niet precies, hoe zit dat verhaal nou eigenlijk?
Ik heb geen idee. Het is ook een influencer. Nou, meestal als het woord influencer valt, weet je al dat de grens van de waanzin in de buurt komt. Dat je aan de horizon reeds de verwarring ziet opdoemen. Maar zij vinden dat natuurlijk ook interessant. Of misschien vinden de jongere redactrices of redacteuren dat interessant. Ja, het speelt op de socials natuurlijk. Ze zitten de hele dag op de socials te kijken. Ik denk dat de sociale media enorm overschat worden in wat ze eigenlijk precies aan betekenis hebben. Het is uiteindelijk natuurlijk een vrij oppervlakkig fenomeen. Hmm. Ja. Hey, maar dan toch ik bedoel, wie neemt serieus wat er op Twitter staat? Toch niemand? Nee. Nou ja, ik ben politici en bestuursmensen, die zijn daar toch ook wel vrij actief. Ja, suf genoeg. Omdat ze zich dan oriënteren op wat in feite een betrekkelijk kleine minderheid denkt en zegt en schrijft. Ja, maar ook onder elkaar. Ik denk. Ik vind dat Den Haag, ik merk dat vaak wel bij congres, dat ze zeggen, ja, dan maken we ook een fotootje en zetten we dan op Twitter. Want dan ziet iedereen dat. Denk, ja, wie is iedereen? Dat is toch kletskoek in de klas. Die Den Haag-bubbel dan. Ten eerste is het aantal Twitteraars in zijn betrekkelijk klein percentage van de bevolking. En het aantal mensen wat groepsfoto's van politici bekijkt op Twitter. Nou, dan moet ik zeggen, dat zal niet in de honderdduizenden lopen toch. Maar het gaat vaak om nieuw beleid dan, wat ze dan aankondigen. Ja. Of een bijeenkomst of iets dergelijks.